Hey, leuk dat je kijkt naar weer een nieuwe video. Als je altijd kijkt voor interieurinspiratie en een kijkje achter de schermen bij de bouw, dan moet je even doorspoelen. Want je krijgt nu eetinspiratie. Eetinspiratie. We lopen namelijk in... Hoe heet het hier? Madrid. Want we hadden hier een afspraak en toen dacht ik, dan laten we dat lekker... Drie dagen blijven. Alles is hier open. Alles is hier open. En wij houden van eten, dus we gaan lekker... restaurantjes af. Nee, maar je zei dat je vanavond naar de karaokebar wou. En we willen naar de karaoke. Je had de mensen zo gemist dat je wou zingen voor het publiek. Ja, ja, want onze roomies die zijn ook mee. En Jan en Gabriella. En Jan en Gabriella en Sam en... Dani. Sam en Dani. Ja. Kom er even niet op. Ja, ik liet je vangen. Ja, dankjewel hè. Dus. Doe ik bij jou nooit. Ik help jou gewoon altijd op dat soort momenten. Ik heb je toch geholpen, hè? Alleen ik liet nou, ik nee, jullie, de, nee, ik gaf je de kans om het zelf te doen. Nou, maar dat doe je als we een spelletje doen en ik moet dingen bij elkaar optellen. Dan geef je me nooit de kans ja, om het zelf te doen. Ja, maar dat is gewoon pijnlijk om te zien. Dat duurt te lang. Ik kan niet zo goed help brengen. Maar oké, we dwalen af. We gaan lekker een paar dagen hier eten, drinken en naar de leukste tentjes. Ik heb al gedronken. Ja, dat merken we. Oh, okay. En als het... Als ik niet de hele tijd vergeet te vloggen en te filmen, maar alles in iedere keer naar binnen schuif. Nee, als ik dat juist niet doe, dan mogen jullie er een beetje van meegenieten. Dus we gaan kijken of het lukt. Amazonica morgenavond, die moet je wel even filmen. Ja. Dat is leuk om te zien. Ik ga het proberen. Dan zijn we geweest. Madrid. Misschien moet jij ook af en toe de... Madrid, Dubai en Londen hebben ze alle drie gehad. Ja, dat is echt een van de favorieten. Heel, ja, echt een favoriet restaurant. Nou, genoeg gauw hoort. Ja. Tot later. Doe je hem al? Ben je er al? Nee? Ja, doei. Ik heb gedronken, maar niet zoveel. Nou? Oké, okay. Helaas. Ooit krijgen we hem zover. We hebben een tourguide tijdens onze steprit en dat is onze mijn lieve roomie Gert-Jan. Die gaat even wat vertellen over deze wijk. This is a very touristic spot. Okay. Because I had drank three mojitos only in Chueca and came with a taxi here. And then I came out and I was dancing on the street. In India. So really, I don't know why I'm here anymore. The hills are alive with the sound of music. And I jumped. And I see this coming here. And I bam! Oh. What? I fell, blood out of my mouth. Oh my God. And 2 days long I was in bed. And there was blood, black blood coming out of my mouth. I had hurt my lungs. Oh my God. And you know we were here for the gay pride. But with my husband. Bye! He went clubbing. Husband of the year. And then later I saw some red spots on the Oh my God. And I said, that's my blood, that's my blood. It was paint. The hills are alive. With the sound of music. Now it's your turn. It's your turn today. Okay. Let's go. We'll be right back.
Het is toch voor nou mijn mensen met bom. Echt jongens, het doet niks, ze kan niks, ze brengt niks, ze loopt het dood voor mij, maar in de tussentijd neemt ze wel een leuke bocht mee. Godverdomme. Dit staat niet. Ze waren uit, jongen. Ze waren uit, jongen. Ah, zo, nou, dat was onze citytrip in Madrid. We hebben er echt enorm van genoten. En we hopen dat alle restaurants hier in de omgeving van Alicante ook snel weer open gaan. En ik hoop voor jullie dat het reizen tussen Nederland en Spanje ook weer sneller makkelijker wordt. Want ik mag jullie namelijk iets heel leuks weggeven. Ik ben bijna jarig. En wie jarig is, trakteert. Ik loop hier bij de Bed & Breakfast van La Vuelta Finca. En ze hebben niet alleen een hele mooie breakfast. Een hele mooie breakfast? Ze hebben niet alleen een hele mooie bed and breakfast, maar ook een heerlijke cocktailbar en een geweldig restaurant. Wat mag ik nou weggeven? Twee nachtjes slapen hier in de bed and breakfast. Een heerlijk diner en een Spaanse zon. Genieten. Gewoon wat je ervoor moet doen om dat te winnen. Dat staat hieronder in de beschrijving. Dus check dat even. Je moet sowieso ervoor naar Instagram om mee te kunnen doen. En dan zeg ik, je hebt een week de tijd om mee te doen. Want op mijn verjaardag 9 maart maak ik de winnaar bekend. Dus zet hem op. Als er iets niet duidelijk is, stuur me een berichtje. Laat een leuke reactie achter. Bedankt weer voor het kijken. En ik hoop dat je wint.
truly free? Will you do the same for me? Unconditional.